Wat regeert jouw leven? Gods wil of jouw passies? De Heilige Geest wil als vrucht van jouw leven zelfbeheersing produceren. Hij wil dat deze beheerste manier van leven, van denken, van doen en van laten, gelukt kan worden door de ander, door de mensen om jou heen, waarbij de vraag dus is, leef jij bijbels beheerst? Of is er iets of iemand anders... Die jouw leven en daarmee jouw keuzes bepaalt. Waardoor het niet zelf of door God beheerst is, maar door een ander beheerst is. Is zelfbeheersing van jouw leven te plukken? Of plukken mensen een andere vrucht van jouw leven? Mijn naam is Casper Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen in de kerk hier in het dorp waar ik woon. En een van mijn passies is het woord van God onderwijzen en mensen meenemen in wat het betekent zodat we het kunnen toepassen. Zodat we kunnen leven wat God van ons vraagt. En Hij wil dat wij leven naar Zijn standaard. Hij wil dat wij leven naar Zijn woord. En Hij wil ook dat dat woord praktisch wordt door ons heen. En zeker ook de vrucht van de geest die we aan het bestuderen zijn, hoort heel erg praktisch te worden. Dus als we kijken naar wat er staat geschreven over de vrucht van de geest, dan zien we hier in Galaten 5, vers 22 het volgende: De vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En de laatste eigenschap van de vrucht van de geest is dan zelfbeheersing en dat is de negende en laatste eigenschap van de vrucht van de geest waar we het in deze serie over hebben. En nogmaals, de Heilige Geest wil deze vrucht plukbaar maken door de ander. Een appelboom draagt geen vrucht voor zichzelf, maar voor. De ander. En zelfbeheersing is de laatste van deze omschrijvingen van liefde, van de uitingen van liefde, hoe liefde zichtbaar wordt, plukbaar wordt voor de mensen om ons heen. Maar het feit dat het de laatste eigenschap is, maakt hem niet minder belangrijk dan de overige. Want zonder al deze eigenschappen, of als je deze eigenschappen hebt, bedoel ik, als je alle onderdelen van de vrucht van de geest hebt, maar zelfbeheersing mist, dan mist er een cruciaal onderdeel. Iemand die liefdevol is, maar zichzelf niet kan beheersen, is niet geloofwaardig. Iemand die alle eigenschappen van liefde, van naar zijn of haar omgeving uit, maar geen beheerst leven leidt, uit de band vliegt, boos wordt, allemaal gekke dingen doet, is hypocriet en geen goed getuige van Gods werk. Maar ook in de wereld is zelfbeheersing iets heel erg belangrijks. In bron 1 kan je vinden dat men zegt in de wereld: zelfbeheersing wil zeggen dat je in sterk emotionele situaties in staat bent met je eigen emoties om te gaan. Je hebt controle over je eigen gedrag, slaagt erin wensen, behoeften en driften in de hand te houden en je weet escalaties te voorkomen. Je weet dus niet alleen wat het juiste is om te doen, je handelt er ook naar. Einde citaat. En van Dale, zegt over zelfbeheersing, en dat kan je in bron 2 vinden, het in bedwang houden van eigen gevoelens zoals kwaadheid of emotie. Einde citaat. Nou, daarmee zie je dat dus zelfs in de wereld zelfbeheersing iets is wat belangrijk is. In carrière, in omgang met anderen, wordt dit gezien als een belangrijk iets. En er zijn veel methodes die je hiervoor kan leren. Je kan hele cursussen kan je hiervoor doen. En je kan daardoor je emoties onder controle krijgen. Je kan leren waarom je die emoties hebt. En je kan trucjes leren om dan meer zelfbeheersing te krijgen. En men zegt dan, en dat kan je in bron 3 vinden: dat zelfbeheersing goed is voor je zelfbeeld. Het helpt om jezelf te beschermen en om bijvoorbeeld ook doeltreffender te worden. En men geeft dan ideeën mee over zelfbeheersing, dat je bijvoorbeeld toegang tot je denkvermogen tijdens situaties in plaats van achteraf krijgt en nodig hebt. En dat kan je bron 4 vinden. Waarom haal ik dit allemaal nou aan? Nou, omdat dit laat zien dat in de wereld zelfbeheersing al een begerenswaardige eigenschap is. Iets waar men naar verlangt, iets wat men als goed ziet. Hoeveel meer hoort dit dan nog te gelden voor ons christenen? Hoeveel meer hoort dit te gelden voor degenen die Jezus Christus willen representeren, willen weergeven, willen laten zien aan deze wereld? Hoeveel belangrijker is het dat zelfbeheersing dus in de kerk ook tot uiting komt? Als christenen hoort zelfbeheersing een onderdeel te zijn van wie wij zijn, van wat wij doen. En waar de wereld zijn of haar ideeën heeft over. Hoe zelfbeheersing tot stand te brengen, met trucjes en bij je eigen denkvermogen kunnen, en tot 10 tellen, en et cetera, et cetera, horen wij als christenen alles te toetsen aan Gods woord. We moeten ons eigen karakter, onze reacties, alles, ons denken, ons doen en ons laten, moeten we toetsen aan Gods woord. We moeten ook niet zomaar aannemen wat iemand zegt, ook niet wat een christen zegt, ook niet wat grote predikant X, Y, Z zegt of iemand op een YouTube kanaal als dit. We moeten toetsen aan Gods woord wat men zegt, zodat we zullen doen wat Bijbels juist is. En we moeten dus ook advies dat we krijgen ook over zelfbeheersing. Dat moeten we toetsen aan of het Bijbels klopt. We willen Bijbels leren denken in de plaats van wereldsdenken. Dus moeten we kijken naar wat zelfbeheersing volgens Gods woord is zodat we erachter kunnen komen hoe de ander de, pluch de, sorry, de pluchten de vruchten daarvan kan plukken. Om zijn woorden moeilijk om uit te spreken. Maar om erachter te komen wat dan zelfbeheersing volgens Gods woord is, moeten we kijken naar wat is nou een Bijbelse definitie van zelfbeheersing. Want daarmee kunnen we zien wat het is en hoe we het kunnen toepassen. Nou, als, om te beginnen is het goed om te kijken naar de grondtekst. En in Galate 5.22, ik zal de tekst nogmaals op het scherm zetten, wordt hier voor het woord zelfbeheersing het woord ek, ekratea gebruikt. Dat kan je in bron 5, daar kan je daar meer over vinden. En als we in gaan zoomen op dit woord zoals we bij alle eigenschappen van de vrucht van de geest gedaan hebben, dan gaan we zien wat dit woord betekent en daarmee ook hoe we het kunnen toepassen. Het woord ekratea komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Het komt hier in Galaten 5, 22 voor. Het komt verder nog voor in Handelingen 24 en in 2 Petrus 1. En ik drukte net op de verkeerde knop. Um, in Handelingen 24 zien we dat het volgende staat. In vers 25, Paulus is hier in gesprek met Felix. En er staat: En toen hij, Paulus, sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde. Nu kunt u gaan wanneer ik, in de gelegenheid, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Nou, we hebben gelaten 522, hebben we gelezen, waarbij de vrucht van de geest liefde, blijdschap, vrede, al die dingen is en uiteindelijk zelfbeheersing. En de laatste tekst waar ekkrateia voorkomt, waar dit woord voor zelfbeheersing voorkomt, vinden we in 2 Petrus hoofdstuk 1 dan kijken we in vers 5 en 6. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht. Nou laten we vers 7 meenemen, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor ieder een. Al deze teksten, handeling 24, Galaten 5 en 2 Petrus 1 hebben dit Griekse woord akrateia, wat Um, zelfbeheersing betekent, wat als zelfbeheersing vertaald wordt. En in al deze gevallen gaat het om gedrag dat getoond wordt, of woorden die gesproken worden door een mens. Iets over, het gaat over iets dat een mens laat zien aan een ander mens. En het is daarmee dus automatisch iets dat zichtbaar en daarmee plukbaar is voor de ander. Want zelfbeheersing is iets wat de ander meemaakt. Dus in een situatie, als iemand zelfbeheerst is, beheerst is, dan heeft de ander daar, merkt daar een effect van. Maar dit zegt nog niks over wat dit woord betekent. Nou, als we inzoomen op dat woord ekratea, ek dan zien we in de grondtekst, en dat kan je in bron 6 ook vinden, dat ekratea ek een afgeleide is van echt krates. En dat bestaat uit twee woorden, echt en krates. En dat kan je allemaal in bron 6 vinden. En dat is belangrijk omdat we daardoor gaan begrijpen waarom Paulus dit woord uitgekozen heeft. Want hoe beter je iemands woorden begrijpt, hoe beter je kan begrijpen wat hij of zij bedoelde toen hij of zij dit woord gebruikte, toen hij dit woord uitsprak. Het woord eg e betekent uit of door, dat kan je in bron 7 vinden. En krates, echt krates, twee woorden samen, één woord betekent kracht of macht en dat kan je in bron 8 vinden. En als je deze twee woorden samenvoegt, echt en krates, dan krijg je dus uit of door kracht of uit of door macht. Als je dit samenvoegt, dan krijgen woorden vaak een grotere betekenis. Dan krijg je ook beheerste kracht, is het idee. Nou, bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd. Het originele woord wijst op een beheersing van alle passies en kwade neigingen. En kan worden toegepast in voorzichtigheid, kuisheid en algemene gematigdheid. Einde citaat. Nou, dit is waar we het over hebben. Dit is wat de Bijbelse schrijvers bedoelen als het over zelfbeheersing gaat. Dit is wat Paulus in gedachten had toen hij het over Echkrates had. En dit gaat veel verder dan wat er ook in de wereld bedoeld wordt, want dit gaat om leven naar Gods standaard. Want in de plaats van dat het gaat om dat ik alleen mijn emotie beheers, wil ik alle passies en alle neigingen die door God als kwaad gezien worden, wil ik beheersen. Zelfs als het voor mij kan voelen als iets goeds. Het is niet voor niets dat het gaat als om een onderdeel van de vrucht van de geest, niet om eigen vrucht. En Paulus en Petrus, de twee uh, mannen die dit woord gebruiken in het Nieuwe Testament, werden door de geestes geleid om in handelingen in galaten en in 2 Petrus een woord te gebruiken dat ons op iets heel specifieks wijst het beheersen van passies en kwade neigingen. En God wil dus dat ons leven gekenmerkt wordt door de kracht om eigen passies en neigingen te beteugelen en te kiezen voor Gods wil. Nogmaals God wil dus dat ons leven gekenmerkt wordt dat de ander kan plukken, dat wij de kracht van Hem krijgen om de eigen passies en neigingen te beteugelen en te kiezen voor Gods wil. En als je de grotere context van gelaten 5 pakt, en dat zullen we later ook doen, dan zal je zien dat dat is dat Hij wil dat wij snappen. Hij wil dat wij snappen dat dit is hoe we horen te leven. Wat we zien als we gaan inzoomen op dit woord Echkratea en het gebruik in alle versen die we genoemd hebben, dan zien we daar dat in dit alles het echt een bovennatuurlijk iets is. Als we kijken naar handelingen 25, 24 vers 25, sorry, nogmaals dus, en toen hij, Paulus, sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstig oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb zal ik u weer laten halen. De context hier is dat Paulus, zoals gezegd, in gesprek is met deze Felix. En deze Felix is de Romeinse stadhouder, de Romeinse stadhouder over Judea. En hij legt Paulus legt aan Felix de weg uit, zoals er in vers 14 uh, over gepraat wordt, dat ik volgens die weg is waar Paulus het over heeft. Dat is um, het Christendom. En hij legt hem uit wat dat is, want er zijn aanklachten tegen Paulus gekomen. Vanuit de Joodse hoek. En bij die uitleg die Paulus geeft, horen rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel. Dat is wat Paulus aan het uitleggen is. En al deze dingen passen bij en zijn standaard in het pure, echte christen zijn. Rechtvaardigheid, rechtvaardiging, hoe sta ik recht voor God, waar de hele Romeinenbrief bijvoorbeeld over gaat. Dat is een cruciaal, standaard onderdeel van het christen zijn. Zelfbeheersing is volgens Paulus zelf een standaard onderdeel van het christen zijn. En het toekomstige oordeel, wat er komt over onze zonde, onderdeel van het christen zijn. Maar voor de Romeinen, en je moet je dus verplaatsen in wat Paulus hier doet, is hij is als een Jood, als een geboren Romein, maar als een Jood aan het praten met een Romeinse stadhouder. Voor de Romeinen waren deze dingen vreemd. Rechtvaardigheid, dat was. Wat de keizer ervan maakte. Want de keizer moest oordelen. Zelfbeheersing, dat was vreemd. Als je het vanuit een Bijbels perspectief bekijkt. Want er was heel veel prostitutie. Er was. Dronkenschap was niet normaal. Ze werd er als goed gezien. Er was ontzettend veel afgoderij. En dit kan je allemaal in bron 10 vinden. En nog veel meer dingen waarvan het woord zegt: Dit is niet zelfbeheerst. Dit was geen leven dat matchte. Met wat Paulus hier aan Felix aan het verkondigen was. En dat was ook de reden dat Paulus de reactie kreeg dat Felix zeer bevreesd werd, zoals er in vers 25 staat. Die zelfbeheersing, waar Paulus over praat, stond dus in groot contrast tot wat Felix gewend was en wat voor hem normaal was, ten opzichte van de cultuur dus. En daar zien we al dat. Een aanwijzing dat bijbelse zelfbeheersing niet iets standaards is. En dat het dus ook niet bekend is bij de wereld op dit niveau. Het is een bovennatuurlijke zelfbeheersing, want het gaat veel verder dan alleen maar niet boos worden of je emoties beteugelen in een specifieke situatie. Het is iets dat God zelf in ons moet bewerken. Jezus zei niet voor niets in Matthäus 26. Dat de geest gewillig is, maar het vlees zwak. We kunnen de dingen van God, de vrucht van de geest, waar zelfbeheersing een eigenschap van is. We kunnen het wel willen, maar we kunnen het niet compleet doen, zeker niet naar de lat die God neerlegt. Ons vlees zit ons hier in de weg. Ons vlees blijft dingen van het vlees willen. En die situatie kan alleen opgelost worden wanneer wij sterven aan onszelf. En Jezus navolgen. Het is niet voor niets dat Jezus zegt: Indien u mij na wilt volgen, moet u sterven aan uzelf. U zelf verloochenen, uw kruis opnemen en dan kunnen we hem pas navolgen. En alleen wanneer we dat doen, zelf sterven en dan Jezus navolgen, zal de geest in ons regeren en zal hij zelfbeheersing in ons voortbrengen. En kunnen wij net als Paulus getuigen over zelfbeheersing. En zijn leiding zal nieuw gedrag in ons teweeg brengen, wat vreemd is voor de cultuur, wat niet past bij de standaard van de tijd waarin wij leven, maar wel gedrag dat matcht met wie God is. Derde tekst waarin zelfbeheersing voorkomt, is hier in 2 Petrus 1, vers 5, 6 en 7 en dan specifiek in vers 6. Petrus schrijft hier nogmaals: En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. om aan uw geloof deugd toe te voegen. aan de deugd, kennis, aan de kennis, zelfbeheersing. aan de zelfbeheersing, volharding, aan de volharding, godsvrucht. aan de godsvrucht, broederliefde. en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. En het gaat hier dus om Ecratea, het woord zelfbeheersing. zoals in vers 6 staat. Nou, bijbelcommentator David Guzik heeft hierover gezegd. Het bereik van deze lijst laat zien dat God wil dat ons hele leven christelijk is. Compleet in elk aspect. We kunnen niet tevreden zijn met een incompleet christelijk leven. Einde citaat. En dat kan je in bron 11 vinden. En God wil dat wij ons hierop toeleggen, zegt hij in vers 5. Dat we dit haastig achterna gaan als je kijkt. En dat kan je in bron 12 vinden, wat dat woord toeleggen in de grondtekst betekent. En Paulus zegt dat we ons er met alle inzet op moeten toeleggen om aan ons geloof deugd toe te voegen. Dat woord is een werkwoord dat niet aan tijd gebonden is. Als je in bron 13 kijkt, kan je daar meer over vinden. Maar het is dus niet iets dat doe je één keer en daarna is het gebeurd. Nee, dit is iets wat continu doorgaat. Dit is een blijvende. Een blijvend toeleggen op, een blijvend toevoegen aan, een blijvende reis. Dit is een proces wat ons hele leven hier op aarde duurt. En God wil dus dat ons geloof groeit, dat ons christen zijn groeit, totdat we een volgroeide, volwassen christen zijn, zoals Efeze 4 ons ook opdraagt. En een belangrijk onderdeel daarvan zien we hier in vers 6, is ik daar niet op klikken. Het gaat om het woord zelfbeheersing. Even vanuit deze studie. Het beheersen van je vleeselijke passies hoort bij het zijn van een christen. De kracht om je vleeselijke passies te beteugelen en de wil van God te doen, dat is een belangrijk onderdeel van het christen zijn. En dat hoort dus bij het leven dat geleid is door de geest van God. Het is niet voor niets zo dat er in Ezekiel een prachtige belofte van de Heer staat in Ezekiel hoofdstuk 36. Dan zal ik u, vers 26, een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw geest wegnemen en u een hart van vlees geven. En hier komt het: Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dit is wat de Heilige Geest in jou, in u, in mij wil doen. Dit is de reis die wij doormaken. Dat de Heilige Geest ervoor wil zorgen dat wij hierin groeien. Dat zelfbeheersing meer en meer en meer een logisch onderdeel wordt. Een bovennatuurlijk onderdeel wordt van wat wij doen. Van hoe wij dingen doen. Van hoe wij reageren. Van hoe wij denken. En het gevolg van de Heilige Geest die in ons woont. Het gevolg van het nieuwe hart en de nieuwe geesten die we krijgen. Is dat de Heilige Geest ervoor wil zorgen dat we Gods wil gaan doen. En dit laat opnieuw zien dus dat dit iets voor de christen iets boven natuurlijks is. En dit bewijst dus weer dat het gaat om Gods werk in ons, niet iets wat ik zelf voor elkaar krijg. God doet het werk in ons, zodat wij de keuze hebben om hiervoor te kiezen, de mogelijkheid hebben om hiervoor te kiezen. En dan mogen wij leren kiezen voor die zelfbeheersing. Mogen wij leren kiezen voor die liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en... Zelfbeheersing. En dit laat zien dat we hiervoor afhankelijk zijn. Niemand kan zelf bijbelse zelfbeheersing produceren. Niemand kan leven naar Gods standaard. Want niemand heeft hiervoor de kracht uit zichzelf. Nou, als we verder kijken dan alleen dit, het gebruik van dit woord Echtrathea, dan zien we ook dat zelfbeheersing, zoals al gezegd, iets bovennatuurlijks is. Iets is dat we van God moeten verwachten, maar ook iets is dat lijnrecht staat tegenover de werken van het vlees. En als we de definitie nemen die we gezien hebben, namelijk, het, namelijk de kracht om eigen passies en neigingen te beteugelen en te kiezen voor Gods wil. Als we dat in het achterhoofd houden, dan kunnen we nog beter snappen waarom de werken van het vlees, zoals we zo in Galaten 5. Vers 19 tot en met 21 zien, waarom die in zo'n groot contrast staat met de vrucht van de geest, specifiek ook met zelfbeheersing. Nou, als we dan kijken naar de werken van het vlees, zoals er hier in vers 19 tot en met 21 staat, en als je kijkt naar overspel, hoererij en onreinheid, naar losbandigheid, vers 19 hier. Dan zie je dat dit geen zelfbeheersing is, specifiek op seksueel gebied. Dit gaat om allerlei vormen van seksueel gedrag buiten de grenzen die God gesteld heeft. In de plaats van dat de passies beteugeld worden om Gods wil te doen, hebben we zelf een passie, namelijk een seksueel verlangen, en daar gaan we achteraan. Het idee van ik wil het, en ik wil het nu, en ik wil het op mijn manier, dat leidt te denken in de plaats van dat er bijbels. Beheerst denken is. En dit is nogmaals niet het beheersen van passies, dit is het toelaten of het toejuichen en het versterken van die passies. God wil dat wij seksueel heilig zijn, zoals Hebreeën 13:4 ook zegt: laat het huwelijksbed onbevlekt zijn. God wil dat we wegpluchten van seksuele immoraliteit, zoals 1 Corinthus 6 ook leert. Dan passen deze werken overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid niet bij zelfbeheersing. Dan passen deze werken van het vlees niet bij zelfbeheersing. Als we verder kijken hier in vers 20. Afgoderij en toverij. Dat zijn een teken van een gebrek aan zelfbeheersing als het aankomt op aanbidding. Want bij afgoderij heb je een andere God dan de God van de Bijbel. Bij toverij wil jij de wereld sturen en bepalen en kan jij dat doen door. Betoveringen door magie, door magische spreuken en weet ik het wat. In de plaats van dat je God laat regeren. En beiden zijn geen vrucht van de geest, maar juist het bewijs dat er geen bijbelse zelfbeheersing is, maar weer ik wil de controle houden. Ik wil bepalen hoe dingen moeten werken. In de plaats van, u bepaalt, Heer, want u bent God. Verder ook vijandschappen, ruzie. Afgunst woedeuitbarstingen, egoïsme en oneenigheid. Ook deze dingen staan lijnrecht tegenover zelfbeheersing, maar dan in interpersoonlijke relaties tussen mensen. Want geen van deze dingen wijst erop dat je je passies beheerst in de omgang met een ander. Als jij vijandschappen hebt met mensen, als je constant ruzies schopt, als je jaloers bent of afgunst hebt, woede uitbarstingen, egoïsme of oneenigheid. Dan is er niet het beteugelen van passies om Gods wil te doen, maar dan is het mijn passies laten regeren om mijn wil te doen. En al deze dingen bewijzen dat ik centraal sta, met mijn wil, in de plaats van dat God centraal staat. De Heilige Geest, God zelf, wil ervoor zorgen dat jouw, uw en mijn leven niet geleid wordt door ik, maar door Hem. De ikvrucht is niet lekker. Is niet goed, is niet nuttig, niet opbouwend, niet bijbels. Zijn vrucht, de vrucht van de geest. Zelfbeheersing is goed, is nuttig, is opbouwend, is bijbels. Ook afwijkingen in de leer, zoals er hierover gesproken wordt, is iets wat een gebrek aan zelfbeheersing laat zien, maar dan op theologisch vlak, op wat je gelooft, op het gebruik van Gods Woord. Want in de plaats van dat Gods Woord de standaard is, is er een andere standaard, want er zijn afwijkingen in de leer. En ik heb het hier niet over gezonde discussies of gesprekken tussen broeders en zusters. Ik heb het hier niet over meningsverschillen tussen christenen waar je op een normale manier een gesprek over kan hebben. Ik heb het hier over, Paulus heeft het hier over, echte foute afwijkingen in de leer. Dingen die niet bijbels juist zijn. En dat is een gebrek aan God op de juiste plek zet, aan Gods woord serieus nemen. In de plaats van dat God geloofd wordt, wordt er iets of iemand anders geloofd. En dat is geen Bijbelse zelfbeheersing. En als laatste zien we jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. En dit zijn ook allemaal verdere uitingen van dingen die niet duigen van Bijbelse zelfbeheersing. Dit gaat om gedrag tussen mensen wat niet past bij Gods woord. Bij gedrag van mij, zoals dronkenschap, wat niet hoort zoals God het wil. En wat we in dit alles zien, is dat de vrucht van de geest bovennatuurlijk is. Dat het lijnrecht tegenover dit vleeselijke, vreselijke gedrag staat. En één of meer van deze dingen kan iets zijn waar jij nu mee worstelt, waar u nu mee worstelt. Iets wat niet in lijn is met de vrucht van de geest. En dat is een moment, dan is nu het moment om de video te pauzeren en u hiervan te bekeren. Dan is nu het moment om terug te gaan naar God en te zeggen, Heer, vergeef mij. Dan is nu het moment om te zeggen, Heer, ik kan het niet, ik heb gefaald. Vergeef mij. Ik beleid mijn zonde en dan spreek uit wat het is. Heer, ik faal in ruzie, in woedeuitbarstingen, in. Overspel, hoererij, toverij, afgoderij, het maakt niet uit welke het is, maar bekeer u hiervan. Vraag om vergeving en geef u zelf dan helemaal opnieuw over hem. Want geen van deze dingen is bijbels juist en past bij zelfbeheersing. Dit is allemaal precies het tegenovergestelde van de vrucht van de geest. Dit gaat allemaal om eigen wil. En dat is niet juist, niet bijbels, niet. Wat de Geest wil dat er geplukt wordt van ons leven als Christen. Als we verder kijken naar wat Bijbelse zelfbeheersing nou is, dan ben ik tot nu toe bij alle onderdelen van de vrucht van de Geest tot de conclusie gekomen dat we God hierin als voorbeeld hebben. Dat God het voorbeeld is van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, etc. En dat geldt dus ook. Voor zelfbeheersing. Zeker als we de definitie pakken dat zelfbeheersing gaat om het beteugelen van passies, het beheersen van kracht om Gods wil te doen, dan zien we dit ultiem in God. De God die almachtig is, want hij is altijd beheerst in wat hij doet. Er is geen moment dat God even uit zijn slof schiet of dat God even lekker boos wordt. Hij is altijd beheerst in het uiten van zijn kracht. En van zijn macht, want hij is ultiem beheerst. In Efeze hoofdstuk 6 wordt er bijvoorbeeld het volgende gezegd. Over God. Er staat verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Het woord versterkte hier is de stam van zelfbeheersing die ook gebruikt wordt in Galaten 5.22 en dat kan je in bron 8 vinden. En dit woord wordt twaalf keer gebruikt. Deze, dit, dit stamwoord voor, uh, van Echkratea wordt twaalf keer gebruikt in de Bijbel. En gaat in bijna alle gevallen over Gods sterkte of Gods macht. En hij is in alles de meest duidelijke bron van sterkte. Maar ook in het beheersen van die sterkte en van die macht en die kracht. God is niet aan het gooien met oordeel en bliksem en. Zoals je soms bij die Griekse en Romeinse afgoden ziet. Nee, zij zijn juist het toonbeeld van onbeheersd gedrag waar God het toonbeeld van beheersgedrag is. De God van de Bijbel heeft meer macht. dan al die Romeinse goden ooit toegedicht werd. En hij is beheerster in het uiten van die macht. dan al die afgoden bij elkaar. En we moeten dus kijken naar Gods gedrag, naar Gods hart. naar Gods houding om te zien. Wat deze Bijbelse zelfbeheersing is. Wat het beheersen van kracht en van passies daadwerkelijk is. Nou, een duidelijk voorbeeld daarvan zien we in het Bijbelboek Jona. We zien in Jona. Dan moet ik het natuurlijk wel even goed aanklikken. Maar in Jona hoofdstuk 3 zien we het volgende. Toen God zag wat zij deden, namelijk dat de stad zich bekeerde. Dat zij zich bekeerden van hun slechte wegen, van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade wat dat hij had gezegd hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Als God een boos en onbeheerst God was, had hij Nineveh vernietigd zonder ze de kans te geven om zich te bekeren. Hij zou dan de stad van de aarde weggevaagd hebben, hij zou alle herinnering aan die stad vernietigd hebben. Zonder dat ze de mogelijkheid gehad zouden hebben om zich te bekeren en zijn oordeel te ontlopen. De beheersing in zijn macht en kracht is dat er in zijn almacht en in zijn oordeel altijd ruimte is voor bekering. Altijd maakt God ruimte voor mensen om zich te bekeren. In zijn beheersing vergaf hij, gaf hij genade. Gaf hij de mogelijkheid om terug te keren bij hem. En dat is wie hij is. Dat is zijn liefde die in perfecte harmonie werkt met zijn rechtvaardige oordeel. En een detail hier wat een belangrijk iets is, is dat het lijkt alsof God van gedachten verandert, maar dat is niet zo. In Nahum wordt Nineveh namelijk alsnog vernietigd, omdat ze zich uiteindelijk bekeren van hun bekering. Dus waar ze zich nu afkeren van het kwade in Jona. Keren ze zich daarna terug naar hun kwade wegen en uiteindelijk vernietigt God ze, omdat ze dus niet vasthouden aan het doen van wat God juist vindt. Maar het is totaal consistent met wie God is om mensen die zich bekeren, genade te geven. En Paulus maakt dat punt ook in Romeinen hoofdstuk 9, wat een prachtige studie is. Maar in Jeremia hoofdstuk 18. Dat is ook wat Paulus daar aanhaalt, zien we iets heel erg belangrijks. Vanaf vers 5. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël, spreekt de Heere. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Dat is wat God tegen Nineveh zei. Veertig dagen en jullie zullen vernietigd worden. Vers 8: Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan, echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten, doet het echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik het zei goed te doen. Dit is totaal consistent en consequent van God. Want hij zegt, ik roep je op, of ik vertel wat er gaat gebeuren. Maar als jij je bekeert van je wegen, dan kijk ik naar die bekering en dan zal ik dat oordeel achterwege laten. Kijk naar ons. Hij zegt tegen ons, het, het loon van de, van de zonde is de dood. Maar als jij je bekeert, dan is dat loon van de zonde is weg. Is op Christus gelegd. Is niet meer voor jou. Totaal consistent met wie God is. En dit laat zoveel zelfbeheersing van God zien. Hij geeft Nineveh namelijk de kans om zich te bekeren, in plaats van dat hij elk kwaad direct straft. Als God namelijk elk kwaad direct zou straffen, dan zou hij elke zondige gedachte, elke zondige neiging die wij hebben, al direct moeten straffen. In de plaats van dat hij ons de kans geeft om ons te bekeren op basis van wat hij zegt tegen ons. We zien dezelfde zelfbeheersing van God, bijvoorbeeld in Genesis 19 bij Sodom en Gomorra. En nu denk je misschien, hij heeft die stad toch vernietigd? Zeker. Maar God was bereid om zijn hele oordeel over die twee steden te niet te doen als hij tien rechtvaardigen gevonden zou, zou hebben in die stad. Ik lees er maar over in Genesis 18, vers 23 tot en met 33. Het gesprek met, van Abraham met God daar is prachtig. En Gods zelfbeheersing is ongelooflijk groot. Want als je leest over het kwaad in die steden en je, en je hebt Gods kennis van rechtvaardigheid en je bent alwetend zoals Hij, hoe logisch is het dan om dat oordeel uit te spreken? Maar God was bereid dat oordeel niet te geven als er tien rechtvaardigen zouden zijn. En daarmee is God dus het ultieme voorbeeld van hoe wij zelfbeheersing moeten tonen. Zoals Hij omgaat met zondaren, zoals Hij omgaat met jou, met u en met mij, dat is hoe wij zelfbeheersing moeten tonen. In de omgang met vrienden, met familie, met, als je gezegend bent met kinderen, met kinderen, met wie dan ook. Hoe God lief heeft, hoe God vergeeft, hoe Hij mensen tot zichzelf blijft trekken. Dat is onze standaard voor zelfbeheersing. En dat is het ultieme voorbeeld van zelfbeheersing dat er ooit zal zijn. En wij horen deze zelfbeheersing te tonen in elke situatie van elke dag. En dat laat dus ook weer zien dat we hierin afhankelijk zijn van God. Want het is niet zo dat wij deze zelfbeheersing zelf voor elkaar kunnen krijgen. We moeten leren kiezen voor Zijn werk in de situaties die we tegenkomen. We moeten leren kiezen voor de zelfbeheersing die Hij ons geeft in wat we tegenkomen. En we zien dus dat Bijbelse zelfbeheersing bovennatuurlijk is. De lat is niet wat wij op kunnen brengen, maar de lat is wie Hij is en wat God doet. Hij is het voorbeeld voor ons in alles wat Bijbels juist is. Dus ook in hoe we zelfbeheersing moeten tonen in elke situatie. Bedenk eens wat God allemaal meemaakt. Qua afwijzing, qua belediging, qua pijn die hem aangedaan wordt. Bedenk hoeveel rotzooi en slechtheid hij alleen al van jou ziet, van u en van mij. Laat staan alle dingen die wij niet weten in deze wereld. En dat hij in dat alles perfect liefdevol en beheerst blijft. We mogen weten dat God rechtvaardig oordeelt, dat hij beheerst handelt. Dat Hij liefdevol en genadig blijft. We mogen weten dat Zijn barmhartigheid nieuw is en blijft elke morgen. Zoals Klaagliederen 3 ons dat leert. En we mogen weten dat terwijl dit allemaal zo is. Dat wij Hem ondertussen pijn doen. Dat de mensheid Hem pijn doet door te zondigen. Hoeveel zelfbeheersing laat God elke dag zien? Hoezeer hebben wij Hem nodig om dit te kunnen leven? We hebben God nodig om Gods voorbeeld te kunnen volgen. Samengevat is bijbelse zelfbeheersing de kracht om eigen passies en neigingen te beteugelen en te kiezen voor Gods wil. Dit staat lijnrecht tegenover de werken van het vlees en het heeft God als ultieme voorbeeld. Zelfbeheersing naar Gods standaard is de standaard. Ook omdat de Heilige Geest, die God is, dit zelf in ons wil laten groeien. En voor de ander is het geweldig als wij met zelfbeheersing reageren. Als we vol zelfbeheersing reageren naar de ander. Want dat haalt de angel uit situaties. Dat geeft rust en vrede. En het opent mogelijkheden om te getuigen van God. En daarmee is dit een geweldige eigenschap van liefde. Van de vrucht van de geest. Dus nu we dan deze samenvatting hebben. Deze definitie hebben. Weten wat zelfbeheersing is. Volgens Gods woord is de belangrijke vervolgvraag, hoe? Hoe leef je dit? Hoe maak je dit praktisch? Want vrucht moet te plukken zijn. Het moet niet iets zijn dat je zegt, ja theoretisch heb ik zelfbeheersing en theoretisch heb ik al deze dingen die horen bij mijn geloof. Maar ondertussen word ik wel continu boos op je. Ondertussen zijn er allemaal dingen die niet passen bij wat we zeggen in onze daden. De vraag hoe we dit praktisch maken, begint bij de tekst die we aan het behandelen zijn. En dat is de tekst die in Galaten hoofdstuk 5 staat, namelijk de vrucht van de geest. En die wil ik nogmaals aanhalen en nogmaals lezen. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Alle onderdelen, alle eigenschappen moet ik zeggen van de vrucht van de geest draaien om liefde. In de herziene statenvertaling staat hier de dubbele punt na het woord echter. Persoonlijk geloof ik dat, het woord, dat de dubbele punt na liefde moet staan. En elke keer laat ik het namelijk zien, en dat kan je in bron 14 ook vinden, dat het woord voor vrucht enkelvoudig is. Er staat niet vruchten, want dan zou je kunnen zeggen dat dit allemaal losse vruchten zijn. Nee, dit is één vrucht die uit verschillende eigenschappen bestaat. En volgens mij betekent dit, op basis van dat dit dus een enkelvoudig woord is, dat alle dingen die na liefde komen, uitingen zijn van deze eerste eigenschap, namelijk liefde. En dat is heel erg belangrijk als we kijken naar zelfbeheersing. Want liefde moet de basis zijn voor zelfbeheersing. Liefde is de drijfveer van al deze eigenschappen. Specifiek dan ook van zelfbeheersing. Want bijbelse liefde is de basis van zelfbeheersing naar de ander. De liefde die God laat zien, die we van Hem ontvangen, is de reden dat Hij beheerst, reageert. Dat er controle is van passies en gedrag. En controle over daden, over je daden, is ook een uiting van liefde naar de ander. Als een van mijn kinderen. Iets doet wat niet kan, wat niet hoort, dan kan daar rechtvaardige boosheid een juiste reactie op zijn. Maar als dat onbeheerste boosheid is, dan is het al niet meer rechtvaardig, maar dan is het ook geen uiting van liefde naar mijn kinderen. Bedenk hoe God met ons omgaat, als vader die met zijn kinderen omgaat, zoals bijvoorbeeld ook Romeinen 8 ons dat leert. Hij gaat altijd perfect beheerst met ons om, omdat zijn liefde. Perfect beheerst is. Het is geen liefde om ongecontroleerd boos te worden, zelfs als er een reden is om boos te worden. Toen Jezus de tempel leeghaalde, zoals je bijvoorbeeld in Johannes 2 ziet, deed hij dat op een beheerste manier, ondanks dat hij boos was. En hij deed dat leeghalen van die tempel deed hij uit liefde voor God en uit liefde voor mensen. Dus daar zie je weer de connectie tussen zelfbeheersing. En liefde. In Johannes 2, vers 17, kan je zien dat het ging om ijver voor Gods huis. En hij wilde niet dat Gods huis een huis van koophandel zal zijn, zoals vers 16 uit Johannes 2 dat leert. En deze koopwaarde, deze situatie weerhield mensen van bij God komen. En dat is waar Jezus boos over werd. Maar beheerst boos: uit liefde voor God en uit liefde voor de mensen die verhinderd werden om bij God te komen. Bijbelse liefde richting de ander is beheerst in elke situatie. En bijbelse zelfbeheersing draait om het uiten van liefde naar de ander. Je kan liefde en zelfbeheersing niet los van elkaar zien. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kan bijbels gezien niet lief hebben zonder beheerst te zijn. Bijbelse liefde zal altijd beheerst reageren. Wat de situatie ook is. Wat er ook gebeurt. En dat betekent dat als wij zelfbeheersing willen leven. Ook in deze tijd. Met alles wat er nu ook op ons afkomt. Op het wereldtoneel, misschien ook in, in, in jouw, uw privé-situatie. Gods liefde moet de basis zijn. Het is niet mogelijk om echte Bijbelse zelfbeheersing te uiten. Als Gods liefde niet de basis is en niet aanwezig is. Daarom moet. Liefde perfect samenwerken met zelfbeheersing. En zeker in deze tijd is een ontzettend belangrijk onderdeel waarop zelfbeheersing aanwezig hoort te zijn. is seksueel gebied, is het seksuele gebied. Want volgens de Nieuw-Testamentische eh, schrijver, of de, nieuw, eh, de kennis, de geleerde moet ik zeggen op het gebied van Nieuw-Testamentisch Grieks. Kenneth Woest, moeilijke naam, <laughs> maar hij zegt dat het woord voor zelfbeheersing, het woord, uh, hij, hij schrijft het volgende, het woord voor zelfbeheersing omschrijft iemand die niet geregeerd wordt door het verlangen naar seks. En dat kan je in bron 11 van de video omschrijving, kan je daar de referentie naar vinden. Dat zegt dus dat zelfbeheersing ook echt, echt heel duidelijk moet worden op dit gebied. En in onze huidige samenleving is dat niet aanwezig. In de kerk is dat jammer genoeg ook niet aanwezig. Als christenen horen wij seks op een bijbelse manier te zien. Niet zoals de wereld. God heeft seks gemaakt. Het is iets prachtigs binnen de grenzen van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dat zijn de grenzen die God hiervoor aangegeven heeft. En binnen die grenzen mogen man en vrouw dus ook genieten van. Seksualiteit met elkaar en niet daarbuiten. En zeker in deze maatschappij vraagt dit heel veel zelfbeheersing. Er zijn zoveel niet-Bijbelse ideeën op dit gebied die ook binnen de kerk groot worden. En wij horen juist zelfbeheersing te tonen op dit gebied. Zeker ook als we dingen zien vanuit het perspectief van bijbelse liefde. Want in een huwelijk hoort bijbelse liefde te regeren. Kijk maar naar Efeze 5. En dat betekent dus ook zelfbeheersing binnen het huwelijk, ook op seksueel gebied. Dat gaat over zelfbeheersing op het gebied van verlangens, over gedachten, over daden. Dat hoort op een beheerste bijbelse manier te gebeuren. En om ons heen in de wereld en in de kerk zien we het resultaat van onbeheerste liefde. Juist ook op, ge op seksueel gebied. We zien andere combinaties dan één man en één vrouw voor een leven. We zien vrije seks, wat een tegenstelling is in Gods ogen. We zien seksualiteit buiten de grenzen die God gesteld heeft. En daarmee is het dus alweer niet beheerst, niet het beteugelen van passies, de kracht om die passies te beteugelen en Gods wil te doen. En dat alles maakt mensen kapot, relaties kapot, het maakt kerken kapot, het maakt het getuigenis van de kerk naar de wereld kapot. Bijbelse zelfbeheersing uit zich in liefde. Het is gebaseerd op liefde, het draait om liefde. En zonder die liefde als basis, bijbelse liefde als basis, is er geen reden om zelfbeheersing te hebben, om dat te leven, om dat te doen. Als bijbelse Agape-liefde niet regeert, dan is beheerst reageren niet nodig. En dat is waarom we God zelf nodig hebben. Hij moet het werk in ons doen. Want als Gods liefde niet regeert, dan is er een andere liefde die regeert. En waarom zou ik dat willen beheersen? Want het gaat om mijn liefde dan, wat ik wil. En dat hoef ik niet te beheersen. Want ik wil wat ik wil, wanneer ik het wil en hoe ik het wil. In de plaats van Heer, uw wil geschieden. We zijn liefde nodig om tot een andere manier van denken te komen, zoals Romeinen 12 ons leert. Tot een andere manier van doen, namelijk het leven van de vrucht van de Geest, uit Galaten 5. En de Heilige Geest wil jou, u en mij leiden om lief te hebben op een beheerste manier, om bijbels lief te hebben, beheerst. Hij wil ons leiden, jou, u en mij leiden om zelfbeheersing als standaard te hebben. Wat er ook gebeurt. Liefdevolle beheersing en daar kan de ander dan de vrucht van plukken. En hoe gezegend is de ander als wij onszelf beheersen op deze manier? In een huwelijk, maar ook in de kerk, in de wereld, in werk, in thuissituaties, in de supermarkt, in het verkeer, waar dan ook. Hoe nodig is zelfbeheersing in deze wereld? Wat we ook zien. Als we kijken naar hoe zelfbeheersing praktisch wordt, is dat zelfbeheersing onderdeel is van geestelijke groei. En daarvoor gaan we weer terug naar 2 Petrus 1. Petrus schrijft hier daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor ieder. Een. Petrus legt ons hier uit dat God ons alles geschonken heeft wat tot het leven en de godsvrucht behoort, zoals we hier in vers 3 ook zien. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. En het, het gevolg van Hem kennen is dat we ons. Er met alle inzet op gaan toeleggen. Om aan ons geloof dingen toe te gaan voegen. En hij zegt dat God ons al alles gegeven heeft. Om naar zijn standaard te leven. En hij wil dan dat, deel, dat we deel krijgen aan de goddelijke natuur. Zoals hij ook in vers 4 zegt. En dat kan je zien als je de begeerte van de wereld ontvlucht. Hij zegt in vers 4. Daarom heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En de goddelijke natuur zien we dan hier in vers 5 tot en met 7. Waarin we ook zien dat dit een reis is, iets dat inzet eist, zoals vers 5 zegt. Het is progressie. En de lijst die Petrus hier geeft is niet in één keer aanwezig in ons gedrag. Het is iets dat groeit. We hebben dit alles wel gekregen in onze nieuwe natuur, maar we moeten ons ernaar leren uitstrekken. in meer en meer situaties die er op ons afkomen. En bij geestelijke groei is het, is het zo dat, dat God ons geeft wat we nodig hebben. en dat God ons dan in situaties zet om wat hij ons gegeven heeft te gaan gebruiken. Te vaak zeggen christenen: ja, God moet het doen. En dan gaan ze achterover zitten en dan is het, nou ja. Als God het niet doet, dan gebeurt er niks. Nee, zo werkt het niet. God geeft ons wat wij nodig hebben. Hij geeft ons de hand, de middelen die we nodig hebben, en wij mogen dan leren kiezen om die middelen op te pakken en daarmee aan de slag te gaan. Dat betekent dat Hij het werk in ons doet om die keuze te kunnen maken, en dan mogen wij kiezen voor Hem. God hoeft jou niet meer te veranderen. Dat heeft hij al gedaan op het moment dat je tot geloof kwam. 2 Korinther 5, 17 zegt niet voor niets dat je een nieuwe schepping bent. Dat werk is al gedaan. Nu begint het werk, zoals vers 5 hier zegt, om je er met alle inzet op toe te leggen om aan je geloof deugd toe te voegen en aan de deugdkennis, et cetera, et cetera. En dat is het leren leven naar de Bijbelse standaard. En de stappen die Petrus hier laat zien zijn mooi en bemoedigend, want het laat zien dat zelfbeheersing is of een onderdeel is van wat God al gegeven heeft en onderdeel is van een leerproces. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd: "Het woord toevoegen betekent letterlijk gul bevoorraden. Met andere woorden, we ontwikkelen deze eigenschap" Terwijl we, eigenschappen, sorry, terwijl we een andere eigenschap beoefenen. Deze genadegaven zijn aan elkaar gelinkt, zoals takken gelinkt zijn aan de stam en twijgen aan een tak. Net zoals de vrucht van de geest, Galaten 5,22, groeien deze eigenschappen door het leven en een vitale relatie met Jezus Christus. Het is niet genoeg voor de christen om los te laten en God het werk te laten doen. Alsof geestelijke groei alleen Gods werk is, letterlijk schrijft Petrus: Doe alles dat nodig is om dit mee te nemen. De vader en zijn kind moeten samenwerken. Einde citaat. En dit kan je in bron 15 vinden. Petrus geeft ons een opdracht mee, hier in 2 Petrus 1. Het woord voor toevoegen. Toe te voegen, en dat kan je in bron 16 vinden, is geen verzoek. Het is niet een. Nou, misschien is het leuk of ik zou het fijn vinden als het is een opdracht. En het staat ook in de actieve vorm, het werkwoord dat hij gebruikt. Het gaat om een handeling die gevraagd wordt van ons in het nu, in het hier. En dat betekent dat wij dus van God zelf een grote taak hebben gekregen in het groeien in zelfbeheersing. We hebben zelf een God gegeven verantwoordelijkheid in dit proces. We kunnen niet achteroverleunen en zeggen, nou ja, God moet het doen. Natuurlijk moet God een bovennatuurlijk werk doen. Hij moet ons een nieuwe natuur geven. Hij moet ons nieuw maken. En natuurlijk zijn we compleet afhankelijk van hem, want hij moet ons leiden. Maar tegelijkertijd mogen wij leren leven naar het werk dat hij in ons gedaan heeft. We mogen leren kiezen voor het werk dat Hij voor in ons gedaan heeft. Dat is de samenwerking tussen God en zijn kind, tussen Hem en tussen jou. Een onderdeel van jouw groei als christen is jezelf uitstrekken naar, jezelf toewijden aan geestelijke groei. Je moet jezelf hiervoor inzetten, door God geleid. Je mag keuzes maken en je mag Hem leren vragen jou te leiden in de situaties die Hij toestaat. En dan geeft hij jou de mogelijkheid om beheerst te reageren in situaties. En hoe meer jouw geloof groeit, hoe meer deugd je zal hebben, zoals Petrus ook schrijft. Oftewel begrip van wat wel en niet naar Gods wil is. En hoe meer je zal groeien in deze deugd, zal je groeien in kennis. En hoe meer kennis je hebt, hoe meer je zal zien dat je zelfbeheersing nodig hebt. En zo je gaan groeien in zelfbeheersing omdat je gaat zien welk gedrag wel en niet bij God past. En het doen zal dan het logische gevolg zijn, omdat je gaat inzien wat wel en niet bij ons juist is. En vanaf daar ga je doorgroeien naar volharding, naar godsvrucht, naar broederliefde en naar liefde voor allen. Dit is een reis die je mag doormaken als Christen. Dit is niet iets standaards, dit is Gods werk in jou waar je voor mag kiezen en je mag leren, hand, leren kiezen om te handelen naar zijn werk. Je mag leren kiezen naar zijn standaard, naar het werk dat hij in en voor jou gedaan heeft. Maar de vraag is, waar kies jij voor? Kies jij voor de reis die God voor jou heeft, waarin hij jou wil leiden, of blijf jij kiezen vanuit je oude natuur, je oude gedrag? God heeft ons alles gegeven voor leven en godsvrucht, schrijft Petrus. Niet een beetje, niet bijna alles, nee, alles. Wij mogen leren kiezen. Een andere manier waarop wij zelfbeheersing kunnen uiten, is, wat, is door wat Paulus in de Romeinen hoofdstuk 12 schrijft. Hij schrijft hier in vers 2, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God wil dat wij beheerst worden in onze gedachten, in onze woorden en in onze daden. En hier in onze gedachten wil God dat wij vernieuwd worden in onze gezindheid, in ons denken. Onze gedachten moeten veranderd worden in de plaats van aan deze wereld gelijkvormig de gedachten van het vlees, de werken van het vlees. En dat is nou juist het de type denken. Dat met alle passies meegaat. Het verlangen en het denken van deze wereld. En dat is het type denken, het denken van deze wereld. Wat je zelf wil, wat je vlees wil op jouw tijd, op jouw manier. En dat is niet beheerst. Dus om zelfbeheersing praktisch te maken, moet er iets gebeuren in onze gedachten. Een groot deel van het proces om zelfbeheersing te leren zit in je gedachten. De vijand weet dat dit een belangrijk onderdeel is voor ons als mensen. En het is niet voor niets dat dat onderdeel is van de geestelijke wapenrusting, de helm van de zaligheid zoals Efeze 6, 17 ons ook leert. En we moeten leren om onze gedachten te beheersen, om onze gedachten niet zomaar te laten gaan. Het is ook niet voor niets dat Paulus bijvoorbeeld in 2 Korinthe hoofdstuk 10 hier iets heel belangrijks over zegt. In 2 Korinthe 10 spreekt hij over onze gedachten in vers 3 tot en met 5. Hij zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het Woord heeft heel veel te zeggen over de strijd in onze gedachten. En In de videoomschrijving staat ook een studie. Die ik hierover uh, gegeven heb in, op, uh, op dit YouTube-kanaal. En dit alles is onder andere bedoeld om onze gedachten beheerst te laten zijn. Het idee is dat je beheerste gedachten hebt in de plaats van dat je maar gewoon alles laat gaan. In Spreuken 25 staat er ook hier iets belangrijks over. Spreuken is een van de wijsheidboeken. En in Spreuken 25, 28 staat. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Bijbelse zelfbeheersing zorgt ervoor dat wij een muur om onze gedachten heen bouwen. En dat betekent dat niet zomaar alles in en uit kan gaan. Nee, dat betekent dat we bewaken wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En als het niet is zoals het zou moeten zijn, kunnen we het ook buiten die muren gooien. Dat is ook waar 2 Korinthe 10 over gaat. Het beheersen van die gedachten, het eruit gooien van dingen die niet naar Gods wil zijn. En dat is dus ook hoe onze gedachten horen te zijn beheerst. En dat kan door Gods leiding, door Zijn woord te volgen, door hier tegen te strijden. We moeten onze gedachten toetsen aan Gods woord en Bijbels eruit gooien wat niet van Hem is, zodat we onze gedachten Bijbels beheerst zullen hebben. Niet alleen onze gedachten moeten beheerst zijn, maar ook onze woorden moeten beheerst zijn. Jezus spreekt hierover in Matthäus hoofdstuk 12. En als Jezus ergens over spreekt, dan is het automatisch heel erg belangrijk. Jezus zegt hier: Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht, want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderengebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond zegt Jezus hier. Ook over onze woorden wordt heel veel gezegd in de, in de Bijbel. En wat we zeggen laat volgens de Heer Jezus, volgens God zelf dus zien wat er in ons hart leeft. Onbeheerste woorden laten een onbeheerst, onbeheerst hart zien. En dat is niet hoe God wil dat wij zijn. Hij wil dat ons hart beheerst is, zodat onze woorden ook beheerst zijn. Hij wil dat we woorden van opbouw en van eeuwig leven spreken. Het is niet voor niets zo dat de Efezebrief het volgende zegt over onze woorden in Efeze hoofdstuk 4. In vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Woorden tot opbouw zijn beheerste woorden, op woorden op basis van Gods woord. En dit komt niet voor uit onbeheerste gedachten of een onbeheerst hart. Bijbelse zelfbeheersing uit zich onder andere in beheerste woorden. Woorden die de ander opbouwen, die de ander genade geven, die de ander dichter bij de Heer Jezus brengen. Als mijn woorden beheerst worden door mijn gedachten, door mijn eigen passies, dan zal je zien dat mijn woorden niet opbouwend zijn. Dan zal je zien dat mijn woorden de ander afbreken en de ander wegduwen van Jezus. Ik zal dan spreken over wat ik wil. Wanneer ik het wil en hoe ik het wil in de plaats van Gods wil. En dat soort woorden zijn niet opbouwend, zullen sneller vuile taal bevatten en zijn niet bijbels beheerst. En we moeten ons dus afvragen, broeder-zuster, wat voor woorden wij spreken. We moeten ons afvragen of onze woorden beheerst zijn. En dat is niet iets om in één keer even antwoord op te geven en te zeggen, ja, dat, dat, dat is wel zo. Nee, hier moeten we echt biddend over nadenken. Heer, zijn mijn gedachten, zijn mijn woorden beheerst? Is mijn hart beheerst? Als ons hart beheerst is, als ons hart onderworpen is aan God, zullen onze woorden, Bijbels, beheerst zijn. En de laatste van de dingen over. Hoe je dit praktisch maakt is dat dus ook uiteindelijk onze daden beheerst moeten zijn. Petrus schrijft in 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven wees heilig, want ik ben heilig. En dit gedeelte zegt heel veel over hoe ons gedrag hoort te zijn. Dit zegt namelijk dat het heilig moet zijn. En zonder dat ik daar in veel detail op in kan gaan, kan de Leviticus-serie op mijn YouTube-kanaal kunt u daarvoor opzoeken. Maar het gaat over heel onze levenswandel, zegt Petrus hier. Dat moet heilig zijn. Alles aan ons gedrag hoort heilig te zijn, zoals Hij die ons geroepen heeft, heilig is. En we hebben eerder gezien dat God perfect beheerst is. En tegelijk is Hij heilig. Dus zijn beheersing is heilig, zijn liefde is heilig en heilig is hij in zijn zelfbeheersing. In zijn heiligheid doet hij alles. Alles wat hij doet is heilig, is perfect, is beheerst. En dit is dus ook de standaard voor onze daden, zijn, heer, zijn heilige beheersing. God doet wat goed en beheerst is, wat heilig en liefdevol is. En dat doet hij altijd op het juiste moment, op de juiste manier. Dat is de standaard die er voor ons ligt. Ver buiten ons eigen kunnen. Maar wel iets waar God ons toe in staat kan stellen. Als wij meer op Jezus gaan lijken, zoals Romeinen 8, 29 ons leert, zullen wij meer heilig worden. En hoe meer wij op Jezus gaan lijken, hoe meer Bijbels beheerst onze daden zullen gaan zijn. Het betekent niet dat we nooit boos worden, nooit emotioneel zijn, want God wordt rechtvaardig boos. God heeft heilige, beheerste emoties. Maar het betekent dat het beheerst is. Het betekent dat het heilig is, in uiting. En dat is hoe wij christenen horen te zijn. Onze daden horen niet beheerst te worden door emoties, zoals woede of wat dan ook, maar onze daden horen beheerst te worden door het feit dat God heilig is. Het horen beheerste daden te zijn naar zijn standaard. En dat is Gods werk. Want emoties kunnen overweldigend sterk zijn. Zeker op het moment dat er iets gebeurt. Op het moment dat het gebeurt, dat de emotie veroorzaakt wordt. En alleen de Heilige Geest, God zelf, kan er dan voor zorgen dat we heilig reageren in heel onze levenswandel. Niet alleen wanneer het uitkomt. Niet alleen wanneer we het zelf kunnen. Beheerst. In alles. Altijd. Dat is zijn standaard. Dus Christen, hoe zijn jouw daden? Hoe zijn jouw gedachten? Hoe zijn jouw woorden? Voldoen die aan de standaard van beheerst en van heilig? Want dat is hoe God zelf is. Dat is wat Hij in en door jou heen wil produceren als vrucht voor de ander. Christen, toets jouw gedachten biddend aan wie God is. Aan hoe hij dingen doet, want dat is de standaard. Dat is hoe, hoe zelfbeheersing praktisch wordt. Het is een uiting van liefde. Zelfbeheersing in je woorden en in je daden, in je gedachten. En zelfbeheersing als onderdeel van geestelijke groei. Dat is wat God wil dat zichtbaar en plukbaar wordt. In en door jouw leven heen. De conclusie van deze studie van zelfbeheersing als onderdeel van de vrucht van de geest is dat zelfbeheersing een prachtig iets is. Bijbelse zelfbeheersing maakt liefde af. Bijbelse zelfbeheersing is de kracht om eigen passies en neigingen te beteugelen en te kiezen voor Gods wil. Het is een onmisbare eigenschap van echte bijbelse liefde. En dat is wat de geest plukbaar wil maken voor de ander door jouw leven heen. We hebben gezien dat God het ultieme voorbeeld van zelfbeheersing is. En dat zelfbeheersing lijnrecht tegenover de werken van het vlees staat. En in alle gebruik van het woord voor zelfbeheersing komt naar voren dat dit iets bovennatuurlijks niet te rijmen met de cultuur is, Gods werk in ons. Praktisch gezien is Bijbelse zelfbeheersing cruciaal voor liefde. Zeker ook als je dit be bekijkt vanuit het seksuele aspect van liefde. Wat zo vaak onbeheerst is in deze wereld en jammer genoeg ook in de kerk. Zelfbeheersing is een groeiproces, vaak niet een direct aanwezige eigenschap. En we moeten leren kiezen voor beheerst gedrag in de situaties die God toestaat in ons leven. En als laatste is zelfbeheersing van toepassing op onze gedachten, op onze woorden en onze daden. In al deze dingen hoort zelfbeheersing de standaard te zijn. Hoort het zichtbaar te zijn, hoort het plukbaar te zijn voor de ander. De mensen om ons heen kunnen de vrucht plukken van bijbelse zelfbeheersing. Als zelfbeheersing de lat, de standaard, de norm wordt in ons leven. Dus christen, wat regeert jouw leven? Regeert Gods wil of regeren jouw passies? Leef jij bijbels beheerst of leef jij naar wat jij wil, naar jouw standaard op jouw tijd? Is zelfbeheersing een kenmerk van jouw leven of regeren jouw eigen passies en verlangens jouw leven? Bijbelse zelfbeheersing is de vrucht die de Heilige Geest in en door jouw leven heen wil voortbrengen. 2 Timotheus 1,7 leert: Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht. En liefde en bezonnenheid. En dat woord bezonnenheid betekent ook wel zelfbeheersing. Dat is de Geest die hij jou gegeven heeft, U gegeven heeft, mij gegeven heeft. Laten wij Bijbels beheerst leven. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heilige Geest, dank u wel dat u bezig bent in ons en dat u de vrucht van de Geest wil produceren in en door ons leven heen. We danken u voor dit voorrecht dat u ons. We leiden, dat u ons wil sturen, dat u ons alles wil geven wat we nodig hebben. En Heer, het is dan mijn gebed dat zelfbeheersing de norm wordt, de standaard wordt voor ons leven. Dat we het gaan zien voor wat het is en dat we bijbelse zelfbeheersing willen leven. Dat we ervoor gaan kiezen in elke situatie. Heer, vergeef ons waar zelfbeheersing niet regeert. Heer, waar ons zelf. Ons eigen vlees, waar de wereld, ons gedrag, ons denken, ons alles leidt. Heere, spreek alsjeblieft leid, draag, doe wat u nodig vindt. Geef ons bekering, wijs ons op zonde, zodat wij beheerst zullen leven. Zodat wij naar uw standaard zullen leven. En dat zelfbeheersing plukbaar wordt voor de mensen om ons heen. Tot eer en glorie van uw naam. Heer, we vragen dit uitgenade in Jezus naam. Amen. Als je de video's goed en bijbelgetrouw vindt, klik dan alsjeblieft op de like knop, op dat duimpje. Dat helpt met de algoritmes van YouTube en Google om de video's aan anderen aan te raden. Klik op de abonneerknop, dan krijg je nieuwe video's op het belletje, dan krijg je een melding wanneer er nieuwe video's uitkomen. En vertel anderen alsjeblieft over dit YouTube kanaal. Want het is zo nodig dat meer christenen in deze wereld beheerst leven. Dat ons leven geregeerd wordt door Gods wil. En dat we gaan leven naar zijn kracht om zijn wil te doen in de plaats van dat we beheerst worden door eigen passies verlangen.